In deze laatste instructie van de verbranding gaan we kijken naar wat er gebeurt op het moment dat er te weinig zuurstof aanwezig is. Want als je die reactievergelijking even voor je neemt, dan zie je daarin dat er zuurstof nodig is om suiker te verbranden. Maar het zou best wel eens kunnen dat er in de spieren te weinig zuurstof aanwezig is om glucose goed te kunnen verbranden. En dan heb je nog steeds energie nodig. Hoe kom je daaraan? Nou, dat gaan we in deze presentatie even kort bespreken. Dit kennen jullie. De glycolyse, de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforylering. En waar gaan we naar kijken? We gaan even puur alleen naar die glycolyse kijken. Normaal gebeurt dat dus met zuurstof. Maar wat nou als er te weinig zuurstof aangevoerd kan worden, dus dat je spieren te weinig zuurstof krijgen? Dan kan de glycolyse op een bepaalde manier nog wel gebeuren. Maar de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforylering zullen niet plaatsvinden. Dus het resultaat van de glycolyse zal niet verder gaan in het mitochondrium. En hoe noemen we dat proces dan? Dat proces noemen we de anaerobe glycolyse. Normaal is het aeroob met zuurstof. Anaeroob wil dus zeggen zonder zuurstof. Nou, hoe gaat het dan precies in zijn werk, die anaerobe glycolyse? Dit is eigenlijk de gewone glycolyse. Glucose wordt omgezet in 2-pyruvaat. Dit levert 2 ATP op en 2 NADH. Maar als er nou zuurstof afwezig is, kan er nog steeds pyruvaat gemaakt worden. Maar pyruvaat zal niet de citroenzuurcyclus ingaan. Wat gebeurt er dan wel mee? Melkzuurbacteriën zijn in staat dan om pyruvaat weer om te zetten in melkzuur of lactaat. En melkzuur is de gangbaardere naam, de makkelijkere naam, dus onthoud melkzuur. Dus op het moment dat er te weinig zuurstof is, zullen dus die melkzuurbacteriën pyruvaat omzetten in lactaat. En dit kost 2 NADH. Dus die NADH die we gemaakt hadden, die wordt gelijk weer verbruikt. En die kan dus ook niet gebruikt worden in die eventuele oxidatieve fosforylering. Vandaar ook dat die dus niet doorgaat. En de citroenzuurcyclus gaat niet door, omdat we geen pyruvaat meer hebben. Maar wat je dus wel ziet, is dat we nog steeds wel ATP hieruit krijgen. Niet zoveel. Nou, wat gebeurt er met dat melkzuur? Dat melkzuur dat blijft in je spieren zitten. En dat hoopt zich daarop. En dat kennen jullie allemaal vast wel, als je echt lekker een goed stuk aan het sporten bent, dat op een gegeven moment je een verzuurd gevoel krijgt in je spieren. Nou, dat heeft hiermee te maken. Je krijgt dan een enorme ophoping van melkzuur in je spieren en je krijgt dus een verzuurd gevoel. Dus even herhalen. Glucose wordt dus omgezet in pyruvaat normaal en dit levert 2 ATP op en 2 NADH. Maar als er dus geen zuurstof aanwezig is, gaat pyruvaat niet die citroenzuurcyclus in, maar wordt het door melkzuurbacteriën omgezet in melkzuur of lactaat. En dat kost dus weer 2 NADH. Dus we hebben geen elektronendragers over voor in de oxidatieve fosforylering. En die gaat daarom niet door. Pyruvaat verdwijnt ook, want dat wordt de melkzuur. En dus gaat de citroenzuurcyclus niet door. Dat melkzuur dat zal zich ophopen in je spieren en dat zorgt dus voor een verzuurd gevoel. Wat ongetwijfeld heel herkenbaar zal zijn. Nou, wanneer komt dit voor? Eigenlijk 2 belangrijke situaties. Stel dat je plotseling een explosieve of een intensieve inspanning moet leveren. Een 100 meter sprinter die heeft geen tijd om zijn spieren continu van zuurstof te voorzien. Dus al die energie die erin zit, moet in 1 keer worden opgebrand. Een marathonloper aan de andere kant heeft wel genoeg tijd. Die heeft een langere inspanning, ook intensief, maar omdat hij een langere tijd heeft, kan die sneller voorzien van weer zuurstof. Dus korte, explosieve en intensieve inspanningen. En wanneer nog meer? Op het moment dat de zuurstoftoevoer naar de spieren niet meer voldoende is. Dus het kan ook wel zijn dat op een gegeven moment een marathonloper een verzuurde benen krijgt. En dan kan het gewoon te weinig zuurstof worden toegevoerd naar die spieren. Nou, blijft dat melkzuur dan in je spieren zitten? Nou, dat ook niet. Het wordt uiteindelijk wel afgevoerd door je bloed. Dus je benen die voeren die afvalstoffen weg. Dat herkennen jullie ook wel, zeker als je veel sport. Hè? Dan hoor je wel eens dat je benen je afvalstoffen moeten afvoeren. Hier valt melkzuur ook onder. En melkzuur kan dan via je bloed in je lever terechtkomen. En in de lever kan melkzuur weer worden omgezet in pyruvaat. En op het moment dat je weer pyruvaat hebt, kun je die citroenzuurcyclus weer ingaan. Dus later kan melkzuur dus wel weer worden gebruikt, indirect, om alsnog weer energie te halen, weer in de vorm van pyruvaat. Maar in eerste instantie dus niet. Daarvoor moet het eerst naar de lever en vervolgens weer terug naar de spieren. Hiermee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van de instructies van stofwisseling. En mocht je nou nog wat dingetjes weer hier horen, dat je zegt, nou, hoe zat het ook alweer? Kijk ze gewoon nog eens terug.